Gregor, de feiten spreken voor zich. Zonder Gregor Breinburg is het meestal niet best bij NEC. Nou ja, dat is niet zo. Ik heb ook, toen ik meedeed, heb ik ook verloren. Dus uitwedstrijd, thuiswedstrijd. En hopelijk komt er zondag verandering in. Want de knie is weer goed? Ja, ik train weer gedeeltelijk mee. En dag van dag even bekijken hoe het gaat. Maar het gaat gelukkig goed op dit moment. Ja, een tegenvaller natuurlijk. Je moet de komende weken Christian Santos missen. Je was vorige week ook een beetje kwaad op hem natuurlijk. Nee, het is jammer dat het gebeurt. Dus we kunnen in principe nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Dus zijn we nu aan het kijken wat wijsheid is. Dus wat dat betreft even afwachten nog. Het is een kleine tip, maar het is geen paniek. Als je weer een wedstrijd wint, dan kan je zo weer 2-3 plaatsen omhoog staan. En alles ligt dicht bij elkaar en we hebben het in eigen handen. En normaal thuis doen we het goed en hopelijk zondag ook. Ja, zo is het. We hebben heel veel geluk gehad ook met de concurrentie ook punten laten liggen. Maar uiteindelijk moeten we het wel zelf doen. En hebben we zondag weer een mooie kans. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Stel dat je een goede serie weer neer kunt zetten, kun je zomaar goede dingen doen. Maar je moet het wel doen zondag. En dat zal niet meevallen. Maar ik denk als we wat ik al eerder zei, als we weer het echt samen doen, weet je wel, echt met vaste patronen voor elkaar door het vuur willen gaan, ja, dan kun je ook bereiken.